Goedenavond, vanavond zijn we doorgegaan op vorige week, de theorieavond, nu in praktijk gebracht. Voornamelijk gericht op de straalpijpvoering, omdat dat ons wapen is. Twan? Ja, er zijn verschillende straalpijpvoeringstechnieken die we gebruiken. En die willen we eigenlijk nu even één voor één kort met jullie doornemen. Zodat jullie ook een beetje een idee hebben van wat doen die brandweermensen eigenlijk voordat ze een brandgebouw naar binnen gaan. Ja, dus wat jullie van buiten niet zien, gaan we nu laten zien. Ja. Als ze plaatskomen is eerst wat we doen de straalpijp testen. Kijken of er water op staat en of hij in een goede stand staat. Op het moment dat we bij een ruimte aankomen waar brand achter zit, brengen we een koude blok aan om te zorgen dat de rook niet direct ontbrandt. Op het moment dat we de ruimte betreden waar rook hangt, doen we rookgaskoeling. Hierbij schieten we druppels in de rookwaard. Op het moment dat we bij de brandhaard zijn aangekomen, dan schieten we kleine pakketjes water in de brandhaard om de brand te bestrijden. Daar zijn we weer. Zoals jullie net hebben gezien, hebben we de verschillende straalpijpvoeringstechnieken gedemonstreerd. Volgende week gaan we het oefencentrum toe. En dan gaan we eigenlijk de theorie van de vorige week met de praktijk van deze week gaan we toepassen in inzetvorm. Ja. Dus we zien jullie volgende week weer op het oefencentrum op Prins Bernhardplein. Tot volgende week. Tot volgende week.